De tweede editie van dancefestival The Flying Dutch verruilt Strijp S in Eindhoven dit jaar voor het E3-strand in Eersel. Er was al uitgelekt dat er op Strijp S geen mogelijkheid was. Daar zijn ze aan het bouwen, twee woontorens. En dat was de link om daar een heel groot festival te organiseren met zoveel bouwmaterialen binnen handbereik. Dus op zich is het niet zo verrassend. Ik vind de keuze voor Eersel wel verrassend, omdat het toch een beetje behoorlijk buiten Eindhoven is. Voordeel van het E3-strand ten opzichte van Strijp S is de logistiek. Ik heb inmiddels ook gesproken met Jochem van Pelt, de eigenaar van het terrein. En die zegt ook, we hebben alle logistiek om grote festivals te organiseren. We kunnen met Dominator 45.000 mensen kwijt. Er is voldoende parkeerruimte aanwezig. Kortom, wij zijn logistiek helemaal ingericht voor zo'n festival. Dat vinden ze bij Alda Events, de organisator van Flying Dutch, ook heel fijn. Want die zeggen, we kunnen nu ook misschien wel 10.000 mensen meer kwijt dan dat we op Strijp S kwijtgekund zouden hebben. Dus dat is goed nieuws voor mensen die vorig jaar naast een kaartje hebben gevist. Die hebben nu wat meer mogelijkheden om daar naartoe te gaan. De line-up van de Flying Dutch is dit jaar mogelijk nog beter dan die van vorig jaar. Er waren er vorig jaar twee niet bij, Martin Garrix en Tiësto. Die zijn er nu wel bij, dat vind ik wel leuk. Vooral Tiësto is toch een beetje de godfather van de dancemuziek. Bredanaar, net als Hartwell. Hartwell is er ook weer bij, Afrojack is erbij, Armin van Buren is erbij. En speciaal voor de Eindhovenaar Showtech, altijd goed voor een aardig feestje. Vorig jaar waren de kaarten echt in mun van tijd waren ze uitverkocht. Hè? Gaat het dit jaar weer zo hard? Ik vrees dat het dit jaar weer zo hard gaat. Vorig jaar waren er 30.000 mensen in Eindhoven. Vrijdag om 10 uur begint de voorverkoop. En als je je nou van tevoren registreert, heb je tussen 10 en 12 een voorrang bij de voorverkoop. En na 12 uur gaat het voor iedereen open. Dus ja, dat is toch de tip voor de diehards die daar absoluut bij willen zijn. Zorg dat je even registreert en je hebt je kaartje te pakken.